Yo, beste YouTubers, en welkom bij een Spruitenschrift. En we zijn zo'n beetje bij een van de laatste video's van deze serie aangekomen. Er zijn nog een paar attracties naar deze Villa Volta. En is er nog iets? Ja, ik wou nu als het uit gaan werken. Halve maand hebben we al gedaan, dus die doen we niet als het onderuit is. Dus. Hier hebben we niet alleen modellen is nieuw, maar ze hebben het al veranderd. Hier hebben ze de stambeelden van die reizigers. Daar is het. En we zullen zien wat de modellen gaan geven. Je kunt geen gebruik maken van de pedalen, helaas. Maar... hier, dat is wat ik zeg, staat gewoon spreukschrift op in plaats van een soort. Ik kan helaas niet besturen terwijl ik in het karretje zit. Het zijn ook, dit is ook een hele oude attractie en nog altijd met pedalen. Dat is wel speciaal. Die van het volk van Laag heeft ondertussen, die werkt op wel een trick tegenwoordig. Nou, ik kan er niet bij. Dat staat er gewoon. Veel plezier, putje. Ja, yeah, come on, trappen. Musje kannibal, ring. De spelgeschrift is bekend klaar met je server. Zolang dat Efteling niks nieuws bouwt, hou hier ook niks nieuws. Hey, what the fuck? Sorry, welke is de next ride? What the hell? Ja, fuck dat, je bent toch klaar. Ja. Als we beginnen met de Polka Marina, dan zijn we wel te in raak. Ook trouwens een... twee ribsbanen in het park, zwijfmolens, twee paardenmolens. Instap het tuberken. Ja, ik zit erin. En dan eigenlijk de slakkenmonorail en de traptreintjes zijn ook een beetje te vergelijken. Van veel attracties staat er één te veel in het park. Maar ik vond het wel heel cool. Ze zullen zien wat het gaat worden. Goh, dit gaat weer zo slow, maar jong. De rechter gaat voor en achteruit, dus ik hoop dat de rest dat niet doet. Ziet hem zitten, ja. In het echt gaat hij ook niet echt heel extreem. Kunnen het echt veel heftiger maken, zoiets. Maar ik ben sowieso geen fan van rupsbanen. Zo tof, ja. Vooral als we zo'n indoor stukje hebben. What the fuck, wat regent. Oké, dan gaan we naar de laatste. Daarvoor gaan we naar het volk van Laaf. Dat is een echt heel geslaagde kaas, hè. Als je dat vergelijkt met die van Zintuigen, what the fuck. Oké, putje. Welke gaan we nu treffen? Volk van Faas. Niet dat model van Zintuigen, heb je dat zo fout, hè. Waar staat het ergens? Ja, is goed. Vanuit de lucht, dat het mandarijn is. Deze kunnen we wel samen doen. Maar moet jij wel langs uw kant blijven zitten? Ja, dus dan allemaal, die alles erbij. Vraag me. Nog volk. Trap sluiten. Jij hebt ook wel die kutmuziek. Ah, stop. Deze kar is echt mooi. Je kan niet ballen. Die van Zintuigen heeft hij echt leuk. Deze is mooi, die van Zintuigen heeft zo leuk. Ja, dat was ook problemen met, omdat hij niet wou vertrekken. Ja. Nee, ik denk deze is even beter, maar jammer dat er soms een beetje beuk is, mensen.
Maar kom als we zoveel karren hebben. Ja. Helpt als je al zin begint zijn neus te doen. Ja. En deze is dus elektrisch tegenwoordig. Eens even kijken hoe oud die attractie is, hè? School is niet leuker dan werken, ze werken alleen bij vakantie. Oké, okay, ik ga even wat info geven voor jullie, voor de kijkers. Het Volk van Laaf monorail. Ja, ik zei het is... 1990. Ja, nee, dat was niet. Ja, ik weet niet. Ja, jij zit gelijk, mensen, waarschijnlijk. Ik weet het niet. Hoogtepunt is 3,55 meter en de baanlengte is 450 meter. Maar dat zegt dat ik niet hoor. Jonas zegt dat een school tof vindt. Dat een dan leuker vindt. Hier, kijk hier. Elke slak heeft een eigen naam. Allemaal beginnen met de letter L. Lop, len, lup, laf, lar, leer, lor, lap, lak, lef, lus, les, lijp, lil, log, lor. What the fuck? Vandaar, ja, nog 20. Maar vandaar kwam die nou. Ik heb dus inderdaad, 1990 was het met trappers en 1995 was het elektrisch. Er zijn verschillende labs als Luf, Laf, Noord. Ja, en er zijn in totaal 25 gondels, dus 25 namen. Hè. Dit was de video, mensen. Het lijkt erbij. En volgende video is Villa Volta. Ik weet niet wanneer die komt, maar dat wordt de volgende video en de laatste waarschijnlijk. Dus ciao. Laat uit.